Hallo met Christel, ik heb een nieuw deck en het lijkt net een soort boek, maar het zijn toch oracle kaarten. Dat is Inspirational Visions Oracle Cards van Judy Astra Genlo. En is de zijkant, dus als je zo in de kast zit, lijkt net echt een boek zo. Het zijn, kijk hoeveel kaarten, 50 kaarten. Ik heb er lang op moeten wachten, want ik had ze hadden een verkeerd iets gestuurd. Ik heb het wel eens meer gehad bij Bol en dan sturen ze een Engels boek in plaats van een kaartenset. En totaal een heel anders als deze eruit ziet. Dus ik had die andere weer teruggestuurd, het boek. En toen me ergens anders deze kaartenset besteld. En nou is hij eindelijk gekomen. Maar goed, dan heb je ook wat. Er zit een magneetsluiting aan. Een leuk boekje. Een beetje mat. Is wel dik. En alle kaarten staan in de kleur. Ik vind het een hele leuke, fleurige kaarten. Dat is ook Hans en Grietje. Er zijn ook sprookjes bij. Even kijken of er nog een legging in staat. Ik vind de fleurige kaarten altijd leuk. Een sprookjesachtig vind ik ook leuk. Even kijken, ik dacht niet dat er een legging in staat. Hier staat er dus al de, wat er allemaal is. Using cards. Nee, ik zie echt niks staan. Maar goed. Mooi boekje. Het kaartendek moet ik even uit de folie pakken. Uit het bandje. Dit is blauw. Dit is de voorkant of achterkant. Dus ik heb nog niet een blauwe, alleen maar de zijkant gehad. De binnenkant is ook mooi blauw. Goed, laten we kijken. Ze zijn goed te schudden zo. Nou, gaan goed. Kijken of ze niet plakken. Nee, valt mee. External Spirit. Elf Survive. Je ziet hoe mooi kleurig ze zijn, hè? Dogwood Fairy. Dance to the Music. Curate Your Fantasy. Celestial Syrup. Bernie Gardner. Ariel. Niet van het sprookje, denk ik. Ik weet het niet. Misschien wel, hè? Want dit is een man. Dus Alice en de White Rabbit. Alice in Wonderland, waarschijnlijk. Fire Dragon. Fairy Tale Folk. Als ik het goed zeg. Fairy Swan Ride. Ja, snoezig. Fairy Honeymoon. Excalibur. Zoiets. Be Strong and Honest. Knight and the Dragon. Journey of Fantasy. Jake and the Giant. De Reus. Ik denk of dit er twee zijn, maar het is toch maar één. En dit is Hans en Grietje. Verdwaald in het bos. Guardian Spirit. J.
Gingerbread Witch. Garden of Unicorns. Ik vind het zo knap, hè, hoe ze dat maken. Ieder zijn eigen gaven natuurlijk. Flower Spirit. Maar ik vind het super, hè. Mensen die dat zo in elkaar flansen. Flower Goddess. Goddess. Moon Fairy Goddess. Merlijn en Young Arthur. Magical Lens. Mad Hatter Tea Party. Was Alice in Wonderland, denk ik weer, ja. Lonely Dragon. Best wel stevige kaart hoor, deze. Little Blossom Fairies. Listen to the Spirits. Land of Pegasus. En dit is Puck Magic Flower of Sleep. Penguin Riding By. Peaceful Garden. Paradise of Children. Nou, is Peter Pan, denk ik. Pan and Unicorn. Ik weet niet zeker of dat hem is. Or Ribbon and Titania. Misschien is het ook allemaal een sprookje of zo. Ik weet niet. Mounting Pegasus. Morning Glory Fairy. Wizard of the Galaxy. Where Candy Trees Grow. Welcome to Make Believe. Tulip Fairy. Snoezig. Touch of Angels. The Road to Oz. The Magic Flute. Maar dat lijkt wel gewoon mijn hoed zo met die hoed op. The Lovers. Nou, dat is Romeo en Julia, denk ik. Teddy Bear Picnic. En dan hebben we hier Sleepy Beauty. Nou, dat is Doornroosje, denk ik. Hè? Of Sneeuwwitje, denk ik Doornroosje. Ja, dat moet ook een Doornroosje zijn. Sleepen alle twee, hè. Share some joy. Nou, in ieder geval, ik vind ze geweldig. Ik ben benieuwd hoe het in de reading is. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!